Goedemorgen, mevrouw Consalves Tavares. Ik heet u nogmaals van harte welkom namens de parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening. De Tweede Kamer heeft op 1 februari 2020 besloten een parlementaire enquête te houden naar het fraudebeleid en de dienstverlening van de overheid. Doel van de enquête is te komen tot waarheidsvinding en daar een oordeel over te vormen. Centraal staat de manier waarop de overheid fraude bestrijdt en tekort is geschoten in de dienstverlening aan en rechtsbescherming van burgers. De commissie onderzoekt onder andere hoe en waarom dit heeft kunnen gebeuren. Ik vraag u om tijdens dit verhoor uw microfoon aan te laten staan. En ik zie dat u bijgestaan wordt. De commissie wil de bijstandsverlener even op wijzen dat als bijstandsverlener u niet het woord dient te nemen. En nogmaals welkom en we gaan beginnen. En dit verhoor zal worden afgenomen door de leden Simons en Van Nispen. En voordat ik ga beginnen vraag ik, is alles duidelijk? Ja hoor. Ja. Oké, dan gaan we beginnen. Geef ik het woord aan mevrouw Simons. Okay. Goedemorgen, mevrouw Gonçalves Tavares. Wij gaan u horen, onder andere omdat u een alleenstaande werkende moeder bent van 3 kinderen. Inmiddels zijn zij volwassen, 23, 19 en een zoon van 22 jaar. Ik kan me voorstellen dat het spannend is voor u. Ik zal u proberen door dit verhoor te leiden als u de behoefte voelt om aan te geven dat u nog iets wil zeggen of iets anders, dan heeft u daartoe alle ruimte. Okay. Goed. U bent een van de toeslagenouders door de Belastingdienst onterecht als fraudeur bestempeld. In 2013 werd beslag gelegd op uw inkomen en werden alle toeslagen stopgezet en u moest een bedrag terugbetalen van 125.000 euro. Ik wil graag stap voor stap met u ingaan op de problemen die u met de Belastingdienst en door de Belastingdienst heeft ondervonden. U werd met strenge maatregelen geconfronteerd. Zoals ik al zei, de toeslagen werden stopgezet, u moest het terugbetalen en hierdoor heeft u ernstig geleden. Ik wil heel graag met u beginnen, mevrouw Gonçalves Tavares, bij wie u was voordat dit alles u trof. Zou u mij misschien door een gemiddelde dag uit uw leven kunnen leiden of in ieder geval een beeld geven van hoe uw leven er toen uitzag? Nou, goedemorgen allemaal. Wie ik was? Ik was een vrouw die altijd een glimlach in mijn gezicht had. Een hardwerkende moeder. Tot er die glimlach van mijn gezicht werd afgenomen met een brief van de Belastingdienst, waar ik een bedrag moest terugbetalen, waar ik tot heden niet snap hoe in godsnaam dit heeft mogen gebeuren. Van alleenstaande moeder, 3 kinderen, werken, doen volgens de regel en ineens 125.000 euro op je deurmat die opgelopen is tot bijna 2 ton. Hoe zag een gemiddelde dag voor uw gezin er op dat moment uit? Hoe oud waren uw kinderen bijvoorbeeld op dat moment? Ik ben de leeftijd even nu van de kinderen even kwijt, maar mijn kinderen waren wel jong. Elke dag, ja, we stonden op. Ja, mama moet naar school werken. Dus je gaat je kinderen gewoon klaarmaken zoals de gemiddelde normale ouders. Nou, bij mij was dat op het moment dat ik dat brief kreeg niet meer. Want de lachende moeder was niet meer. Want het was alleen maar zorgen van, oh ja, achter deze deur hebben we wel een mega schuld die ik niet weet als ik het ga betalen of jullie. Want mijn hoofd ging de hele tijd malen van, oké, als ik dadelijk terug naar huis kom, staan mijn spullen, heb ik wel een huis? Want ja, want ik ging ervan uit dat het geen 125.000 euro was, maar 125 euro. Tot op mijn werk werd mij gelicht. Dus dat is geen 125 euro, maar 125.000. Ik wil even met u stap voor stap naar dat moment gaan. Ja. Uw kinderen gingen naar een kinderopvangorganisatie en die kwam in het vizier van de Belastingdienst. De Belastingdienst vermoedde fraude bij de kinderopvangorganisatie. De kinderopvangorganisatie maakte misbruik van gegevens van ouders om grote bedragen te kunnen ontvangen. Klopt. Hoe heeft u zich bij die organisatie ingeschreven? Nou, ik ging eigenlijk iemand bijstaan om te vertalen en toen zeiden ze, ja, wil je hier niet naartoe? Dicht bij familie, dicht bij huis, dicht bij je werk. Ik dacht van ja, waarom niet? Nou, dat was de grootste val dat ik ooit in mijn leven heb
mogen begaan. Iedereen maakt fouten, maar ik wist niet dat deze fout zo groot en zoveel impact zou hebben voor mij en heel mijn gezin en mijn zussen. Hoeveel dagen per week bracht u uw kinderen naar de opvang? Ik werk 4 dagen van maandag tot en met vrijdag, woensdag vrij, weekend vrij. Dus die dagen ging ik mijn kinderen gewoon naar de opvang brengen waar ik recht op had. Dat deed ik. En u ontving een eerste brief van de Belastingdienst in 2009, klopt dat? Nou, ik ontving daarvoor brieven dat ik moest terugbetalen, maar ik snapte het niet. En ik vroeg aan de opvang, ze zeiden, ja, dat komt goed. Maar in 2009, toen kwam echt de klap dat ik dacht van, nou, deze ga ik het echt niet overleven. Ik wil heel graag met u naar het moment dat u de brief opende. U kwam thuis, er lag post op de mat. U dacht, nou, even kijken wat dat is. U maakt het open en u vindt een brief. Ja, er was een brief van de Belastingdienst. Ik vergeet het nooit meer. Een roze. Want normaal krijg je blauw, maar dat was echt een witte. En daarin stond een dwangbevel. Ik denk, een dwangbevel? Maar ik dacht, €125. Ik ging lezen, toen ging ik bellen. En ik dacht van, ja, wat is dit? Wie belde u? De Belastingdienst. Ik dacht van, maar wat is dit? Waarom moet ik iets terugbetalen? Ik vroeg ervan, ja, kan ik het volgende maand betalen? Toen zeiden ze, nee, €125.000 moet terugbetalen. Ik dacht, hè, dit klopt niet. Mevrouw Gonçalves Tavares, stond in de brief ook waarom u? Nee, het was niet duidelijk, alleen dat ik moest terugbetalen. Maar ik zei, wat is dit? Toen had ik zelf de opvang gebeld en ik vroeg van, nou, volgens mij heb ik een brief gekregen en ik snap het helemaal niet. Want €125.000, toen zeiden ze, dat komt goed. Wij maken bezwaar. Dus ik denk, hé, oké, dan ga je er vanuit van, dit gaat goed komen. Dus niet. Stond in de brief op welke gegevens de Belastingdienst die beslissing had gebaseerd dat u dat bedrag terug moest betalen? Er stond te weinig informatie, dat ik niet voldoende informatie had verstreken. Dus, en ik vroeg welke informaties. Toen had ik de opvang gebeld van, wat gaan we doen? Welke informaties vragen ze? Toen zei ze, wij gaan het versturen. Het komt goed. Ik ga nog even terug naar de brief om te kijken wat daarin stond. Stond er bijvoorbeeld in welke actie u kon ondernemen om dat bedrag? Nee, het stond dat ik binnen zoveel tijd dat bedrag moest betalen en voor de rest niet wat ik moest doen. Precies, dat stond er niet bij. U besloot daarop contact op te nemen met het kinderopvangbedrijf. Die zeiden het komt goed. U vertelde al eerder dat u ook de Belastingdienst had gebeld. Kreeg u de gewenste informatie uit dat gesprek met de Belastingdienst? Nee. Het was zo, je hoorde het, dat ze ook geen begrip hadden. Ze hadden geen geduld. Nee, zoals het staat, dat moet u gaan doen. En ik dacht, wat gebeurt er hier? Het was voor mij niet duidelijk. Het is voor mij pas duidelijk geworden toen ik het zag dat opvang ontruimd werd na 2009 en al die jaren. Toen kwamen echt 2013 Daar straks met u nog over te spreken. Ik ben eerst nog even benieuwd, wanneer wist u dat het echt serieus was? Wanneer begon u zich echt zorgen te maken? 2013. Was dat naar aanleiding van wat u zojuist deelde over het ontruimen van het kinderdagverblijf? Ja. Kunt u voor ons schetsen hoe dat eruit zag, de ontruiming van een kinderdagverblijf? Wat heeft u daarvan meegekregen? Ik werd gebeld dat ik ook zelf ontruimd zou worden. De Belastingdienst had mij daarvoor gebeld in de avond, 22:00 kreeg ik een telefoontje van dat ik fraudeur was. Ik dacht, hé, wat voor grap is dit? Mag ik u vragen, de telefoon ging? Mijn telefoon ging, ik lag te slapen. Het was 22:00, want ik moest de volgende dag werken. Dat ik ook ontruimd zou worden. De Belastingdienst belt om 22:00. Ik ging nog lachend. Ik zeg, dit gebeurt niet. Ik zeg, de Belastingdienst belt nooit iemand om 22:00. Toen zeiden ze, jij, je zussen. Toen zei ik, ja, je kent mijn zussen niet. Toen gingen ze bij je naam noemen en de adres. Ik dacht van, nou, dit is gewoon een grap. Ik heb de telefoon opgehangen. Nou, de volgende dag, toen we naar de opvang moesten gaan, nou, toen had ik een nachtmerrie. Dat ik dacht van, dit gaat nooit uit mijn gezicht. Er was de douane, nee, de Belastingdienst.
Op het plein stonden allemaal vrachtauto's en ze begonnen met spullen naar beneden te gooien. En dit was de volgende dag toen u uw kinderen naar het kinderdagverblijf wilde brengen? En toen dacht ik van, wacht even, het telefoontje van gisteren. Toen had ik manager, die nu overleden is, en toen ging ik... Ik zei, volgens mij heb ik een probleem. Ik zeg, ik ben gisteren gebeld dat ik ontruimd zou worden. En toen is die zelf gaan navragen. En het bleek echt dat ik in een situatie zat waar ik niet meer uit zou komen. Was op dat moment uw toeslag al stopgezet? Ja, ik had op het moment dat ik die brieven kreeg, ontving ook... Het was per direct, zonder uitleg, zonder één telefoon of een brief. Ja, alles was stopgezet. Alles, per direct. De dag dat u zag dat het kinderopvangverblijf werd ontruimd... U stond daar met uw kinderen op weg naar uw werk. Ja. U zag de ontruiming plaatsvinden... Hoe is dat verder gegaan? Nou, toen... Ik wist niet meer wie ik was, wat ik moest doen. Want ik denk... Volgens mij gaat dat ook bij mij thuis zo meteen gebeuren. Mijn werkgever had toen gezegd... Komt goed, Doels. Blijf rustig. We gaan dit oplossen. Ik zeg, hoe? Heb ik straks een huis? Kan ik ergens straks naartoe gaan? Hij zegt... Ik ga je helpen. Ik zeg, hoe? Dan word je afhankelijk van een andere. Dan maak jij van jezelf jouw probleem van een andere. En dan heb je 3 kinderen en ik dacht van... Wat heb ik mezelf en mijn kinderen aangedaan? U voelde zich op dat moment schuldig? Ja. Wat dacht u op dat moment dat u verkeerd had gedaan? Ik dacht van, waarom ben ik hier gekomen? Waarom ben ik naar Rotterdam gekomen? Waarom ben ik ergens ingestapt zonder te kijken of te informeren? Als vrouw zijnde voelde ik me... De kracht was van me ontnomen. Op dat moment dat ik zei van... Ik heb mijn leven en mijn kinderen naar, ik weet niet naar wat. In welke boot ben ik ingestapt? Die dag toen u daar stond met uw kinderen, u moest naar uw werk, maar de kinderen hadden op dat moment geen opvang. Hoe is het verder gegaan? Niet alleen mijn kinderen, heel de opvang. Ik wist het niet meer. Mijn werkgever had toen gezegd, pak je spullen. Ga alles verzamelen. Wat je kan verzamelen. En we gaan hulp zoeken. Hij zegt, heb je al eerder hulp gezocht? Ik zeg, ja. Toen zei hij, waar had ik de namen gegeven van waar ik hulp aan het zoeken? Hij zei, was dat bij een instantie of bij... Was bij instanties, bij de gemeentelijke kredietbank. Die had mij toen afgewezen. Die zeiden, nee, die hadden mij aangenomen. Toen zei mijn werkgever, hoe kan een kredietbank jou aannemen als ze weten dat ze jou niet kunnen helpen met deze bedrag? Het feit dat uw toeslagen werden stopgezet, mevrouw González Tavares, wat had dat voor financiële consequenties voor u? Heel veel. Heel veel. Er werd beslag op mijn inkomen gelegd door de Belastingdienst zelfs. Er werd geld ingehouden. Hoeveel geld werd er maandelijks ingehouden? Veel. Heeft u een bedrag? Nou, ik bleef met €250 soms over. Per? Maand. Voor uw gezin met... 3 kinderen. Ja. Alles werd ingenomen. Toen had mijn werkgever, maatschappelijk werker, gezegd... Doels, je hebt een probleem. Ik zeg, ik weet het. Is er op het moment dat u van die €200 moest rondkomen... en die beslagen er lagen... is er door de Belastingdienst contact met u opgenomen... om te kijken hoe die situatie er in de praktijk voor u uitzag? Nee. Er is van de Belastingdienst nooit contact opgenomen. Elke keer dat ik contact ging opnemen, er was geen goede telefoontjes, geen goede gesprek. U moet betalen. U moet betalen. Want op het moment dat ik mijn SOFI-nummer gaf, wisten ze gelijk. Geen genade. Maar er stond ook in mijn dossier later al het gesprek die tussen de medewerkers en de fraudeteam kon ik allemaal later teruglezen.
hoe ze eigenlijk met ons, mij en al die andere ouders van dezelfde opvang meegingen. Gewoon die ouders straffen. Geen genade, gewoon alles op nul. Mevrouw González-Tavares, daar ga ik straks met u verder over praten. Ik probeer me voor te stellen hoe het leven eruit ziet voor een gezin van 4 mensen die van 200 euro per maand moeten rondkomen. Ik durf de vraag bijna niet te stellen, maar als de kinderen 's morgens wakker werden, had u ontbijt voor ze? Niet altijd. Wat doet het met een moeder als zij haar kinderen niet van ontbijt kan voorzien? Zoals we weten, iedereen in het leven moet eten. Als je niet gezond eet, heb je later in de toekomst ook problemen, want... Ik heb mijn kinderen niet gebaard om hun dit te geven. Maar elke keer dat die kinderen zeiden, wat gaan we eten? Ik zeg, ja, we lopen wel, we kijken wel. En dat mijn dochter zei van, waarom zeg je altijd nee? Waarom zeg je altijd nee? Maar mijn zoon die bleef altijd stil kijken. Altijd stil kijken. Maar als ik met hun liep, de tranen kwamen. Ze zeggen, waarom ben je aan het huilen? Ik zeg, dat komt door de wind. Ze zeggen, maar mama, er is geen wind. Ben je aan het nadenken van, oké. Ik op mijn werk ging altijd kijken. En als collega's zei, wil je eten? Zeg ik nee. Soms liep ik naar de kleedkamer. Maar dat, er was een collega die dat in de... Niet een collega, een teamleider die had dat in de gaten. En daar ben ik hem heel dankbaar voor. Want door zijn oplettendheid, want hij wist al, want elke keer dat er beslag kwam, de teamleider van mij, hij wist het. Tot hij een dag zei, doet, we moeten echt lopen, ga hulp zoeken. Ik zei, dit komt goed. En zo, hij was degene die het doorhad. En ik zeg, hoe weet jij dit allemaal? Hij zegt, ik ben gestuurd, Doels. Ik observeer. Daar ben ik teamleider voor. Waren er nog andere plekken waar u hulp vond, behalve bij uw teamleider? Ik ging niet naar mijn teamleider, ik ging naar niemand. Maar door mijn houding had hij door. En hij zei ook niet veel. Maar toen mijn manager, toen er bezoek kwam van de Belastingdienst, nog ook op mijn werk, toen zei mijn manager, we gaan even Doelsie beschermen. Weet u ongeveer wanneer dat was, dat er iemand van de Belastingdienst bij u op het werk langskwam? Nee, ik kreeg dit allemaal achteraf nadat die toeslagenaffaire naar boven is gekomen. Om mij te beschermen hebben ze me bewust niet alles verteld. Ik heb dit allemaal recent te horen gekregen sinds ik met die toeslagen heb ik dingen gehoord dat ik denk, zijn mensen die mij ook bewust hebben beschermd. En die wisten dat ik dat dit onmogelijk was. Maar u sprak er zelf niet Nee, over. Nee, nee. Wat was de reden dat u er niet over sprak? Want ik had mezelf eerst de schuld gegeven. En ik geef mezelf ook de schuld. Want iedereen let op. Maar ja, ik dacht, de Belastingdienst, een opvang, dat zit wel goed. Want het is niet mijn taak om te gaan onderzoeken als die opvang of dat opvang gaat frauderen. Want ik doe mijn part, het is gewoon naleven wat er mij gevraagd is. En voor de rest is niet mijn zaak om te gaan kijken van wie wat doet. Ik moest mijn plicht doen, dat heb ik gedaan. En buiten dat werd gewoon misbruik gemaakt van ons goedheid, van mijn goedheid. Ik heb gezegd, misbruik gemaakt van mijn kinderen, want de kinderen zijn de goud, want daar zat het geld. En de opvang keek meer naar de geld en naar werkelijk bieden wat ze eigenlijk voor stonden. Die 200 euro die was niet alleen bedoeld om eten van te kopen. Nee, ik moest mijn huur betalen, ik moest mijn Eneco, ik moest mijn vaste lasten zoals iedereen. Maar er kwam er niks van. En zo kreeg ik meer schulden, huurachterstand. Ja, noem maar op. Er was niet alleen soms 200, maar mijn salaris was verschillend. Dus soms kreeg ik meer, soms kreeg ik minder. Maar ik kreeg pas adem toen mijn manager mij had begeleid naar de wettelijke schuldhulpverlening.
Is dat in 2016 geweest? Ja. Want dat is ook het jaar dat u naar de rechtbank stapte. Ja. Uw manager heeft u daarbij geholpen. Ja. Wat gebeurde er in de rechtbank? Nou, er was een deur. Zoals ik nu deze deur binnen was gekomen, ik was bang. Want ik dacht van, wat gaat mij gebeuren achter die deur? Toen die deur open ging en hij werd gesloten. En ik had een gesprek daar. Ik had mensen zoals iedereen, wat jullie zo staan. Er waren vrouwen die... Ze had mij één vraag gesteld. Ik wil dat je eerlijk bent. Als je eerlijk bent, kunnen we je helpen. Zo niet. Dat sta je in je upie. Ze zegt... Kunt u voor mij duidelijk maken wie deze mevrouw was die dat tegen u zei? Dat was een, net als wat jij daar zo staat, een rechter. Dat was een vrouwelijke rechter. En die vroeg het, is er ooit geld van de kinderopvang op je rekening gekomen? Ik zeg, ja, er is ooit een bedrag gekomen, maar dat bedrag is gelijk overgemaakt. Toen zeiden ze, je spreekt de waarheid. En toen zeiden ze, wat is de naam van de opvang? Had ik er genoemd. Toen zeiden ze, we gaan je helpen, want u bent niet de enigste. Er zijn er zoveel. Ga ouders zoeken en ga hiervoor vechten. Ze zeggen. Dat was het advies van de rechter? Ja. En die zei, als je deze deur uitloopt, er staat iemand daarbuiten. Er was een bewindvoerder. Ze zegt, die gaat jou helpen de komende 3 jaar. En ga ervoor vechten. Ik zeg, oké. Begrijp ik goed dat deze rechter u verwees naar een bewindvoerder die u ging helpen om in de schuldhulpsanering te komen? De wettelijke schuldhulpverlening. En dat zou een periode betreffen van 3 jaar? Ja. Viel de last toen even van u af? Nou, toen ik naar buiten ging, was een vrouwelijke persoon die stond daar. Die ging me alles uitleggen wat de komende 3 jaar zou zijn. En die zei tegen mij, ik kom bij jou thuis. Nou, toen ze bij mij thuis kwam, ze keek naar mijn kinderen. Ze zegt, ik geloof niet dat jij dit hebt gedaan. Wat zag zij volgens u toen ze bij u thuis kwam? Ik was georiënteerd, ondanks alle ellende. Ze zegt, heb jij echt problemen? Ik zeg, ja. Ze zegt, dat zie ik. Maar ze zegt, is niet te zien hoe jij je huis, je hebt niet veel, maar het is schoon, je kinderen... Ze zegt, ik wil 1 ding van jou. Om de 3 maanden stuur jij al je betaalde vaste lasten. Alleen het bewijs. Ze zegt, ik laat alles aan jou over, want ik weet dat jij het kan. Want iemand die echt heeft gefraudeerd, die niet weet hoe het moet, die is niet zo georganiseerd. Ze zegt, jij gaat alles betalen zelf, je huur. En je maakt het alleen maar naar ons over wat ik van jou vraag. En de rest incasseren van bij je werk. Zeg, is goed. En u zegt, ik zei, is goed. Ik kan me voorstellen dat het een fijne ervaring moet zijn geweest. Dat er het begin leek te komen van oplossingen. Daar was het. Daar was het. De rust. Want ik had heel veel brieven dat ik echt dacht van... Maar op het moment dat ik toen... de rechtbank binnenstapte en ik kreeg een bewind. Alle beslaglegging was die dag weg en ik schrok. Want dat was ook de eerste betaling na jaren van de Belastingdienst dat ik kreeg, €105, kreeg ik die dag nog op mijn rekening. En ik had mijn zusje gebeld. Ik zeg, ben ik gek of zie ik dit goed? Ik zeg, ik stuur je een screenshot, kijk, zeg ja. €105 van de Belastingdienst en die ik later moest terugbetalen. Waar was die €105 voor bedoeld en waarom moesten we het terugbetalen? Als u me vraagt, weet ik het niet. Maar ik moest het toen wij de Renske Leijten al ontmoet, kregen wij gesprekken. U heeft het over Renske Leijten, toentertijd Kamerlid voor de SP. Ja, zij was degene die in ons geloofde. Hoe is die ontmoeting met mevrouw Leijten tot stand gekomen? Nou, het was een aanmeldingspunt die kwam
Ben je ooit slachtoffer geworden van de kinderopvang? Meld je aan. Maria Sanchez die zeide, meld je aan. Ik zeg, ik ga zeker doen. Mevrouw Maria Sanchez is ook een moeder die gedupeerd is in het toeslagenschandaal. Ja. We hadden hiervoor voor dit allemaal hadden wij een groep. Alle vrouwen van hetzelfde kinderopvang hadden wij een groep gemaakt. Nadat ik van de rechtbank was uitgekomen, zijn we de ouders gaan verzamelen. Hebben we een groep gemaakt. Zijn we aangifte wezen doen. Die we mochten niet doen tegen de Belastingendienst, maar tegen het opvang. Dus we hadden een groep app. Dus in die app hadden we gezegd, meld jullie aan. En zo hebben we dat gedaan. Mijn collega, de heer Van Nispen, zal straks met u verder spreken. En wellicht komt dit dan ook nog ter sprake. Ik zou nog even terugkomend op de informatie die u kreeg van de Belastingdienst en in de rechtbank. Hoorde ik u zeggen dat u in 2016 voor het eerst hoorde, namelijk via een rechter, dat er meer gevallen zoals u waren? Ja, dat klopt. Toen ik daar was, toen zeiden ze van alleen de naam van de opvang was genoeg. Toen keken ze aan, ze zeggen, dit is de druppel. Dit is, ze zeggen, ga ouders verzamelen en ga jullie vechten. En maak van dit een civiele zaak. Want dit klopt niet. Want op het moment dat ze me aankeken, want ze zei, ik vraag je twee vragen. En die had ik correct. En toen zeiden ze, we geloven je en we gaan je hulp geven. En met die hulp moet je ook ouders gaan zoeken. Het is tijd om op te staan, want er waren zoveel informaties over de opvang die niet klopt. En mijn bedrag was zo hoog dat het onmogelijk was. Ze zegt, dit klopt niet. Ik zeg, ja, maar de belasting zegt dat ik moet betalen. Dus wat moet ik doen? Ik geef het woord aan mijn collega, meneer Van Nispen. Dank u wel. Tot zover. Bedankt. Dank u wel. Mevrouw González Tavares. U heeft ons al veel verteld over wat u is aangedaan. U bent onverwacht, zonder bewijs of nader onderzoek, aangemerkt als fraudeur. Onterecht. U heeft ons ook al verteld over de gevolgen die dit voor u en uw kinderen heeft gehad. En ik wil u nu enkele vragen stellen over uw contact met de Belastingdienst en de informatie die u kreeg over rechtsbescherming. Dus de manier waarop uw rechten en belangen gewaarborgd werden en wat u er tegen kon doen? Nou, wat was rechtsbescherming bij de Belastingdienst? Had ik niet. Hadden wij niet. Ik ga u daar vragen over stellen. Is goed. Hoe verliep uw contact met de Belastingdienst in al die jaren dat u door de Belastingdienst bent bestempeld als fraudeur? Het was gewoon betalen. U bent fraudeur. Ze waren niet vriendelijk, maar ik neem niemand kwalijk wie mij toen te woord heeft gestaan. Want die hadden ook een opdracht. Want dat kon je terugzien, dat was gewoon straffen, alles op nul zetten en we gaan ze pakken. Want dat stond ook letterlijk in mijn dossier. U heeft dat later in uw dossier gezien, dat er stond? Ja, en daar stonden ook goede mensen die zeiden van, ze spreken de waarheid, ze spreekt de waarheid. Even luisteren. Nee, geen genade. Op nul, gewoon straffen. En dat was pijnlijk om te lezen, om terug te zien hoe mensen, want we zijn allemaal mensen, hoe ze met elkaar omgaan. En ik ga ervan uit dat heel veel mensen onder spanning hebben ook gewerkt om dit te doen. Want ik ga ervan uit dat er wel goede mensen tussen waren die ook spanning volgens mij hebben gevoeld, wat wij hebben gevoeld. Ik denk niet dat iedereen heeft gevoeld wat wij als ouders hebben gevoeld. Maar als je onder zo'n werkdrukte moet werken, ik zou niet weten, ik zou ook niet willen voorstellen voor hun. Want het dossier was heel duidelijk. Met dank de hulp aan Remske en Piet en al die anderen. Toen wij het dossier terugkreeg, dat ik echt een blackout kreeg. Ik zeg, dit is niet menselijk. Hoe verliep uw contact met de Belastingdienst? Was dat vooral telefonisch of was dat ook per e-mail of brieven? Telefonisch. Ik had brieven, zelfs handmatig brieven geschreven. Dat ze zeiden, jullie hebben nooit gereageerd. Je hebt nooit gereageerd. Nadat ik mijn dossier terugkreeg, zag ik ook mijn
handmatige brief dat ik daar ging smeken van, ik heb 3 kinderen. Laat mij alsjeblieft met wat over om mijn kinderen eten te geven. Zag ik terug en toen dacht ik van, hoe komt het dat jullie hebben gezegd dat we nergens op hebben gereageerd? Er zijn er ook heel veel dingen weggehaald. Maar die handmatige brief, dat was erin. Dat dacht ik van, oké, dat is van mij. Had u een vast contactpersoon als u belde met de Belastingdienst? Nee. Dat hadden we niet. Elke keer verschillende mensen. Er waren mensen die je niet eens wouden te woord staan. Want het was een opdracht, want mijn SOFI-nummer was gekoppeld. Dus op het moment dat je SOFI-nummer geeft, nou, dan ben je niet meer vriendelijk. Ja, betalen. Ja. Maar er stond ook vaste bedragen dat ik moest betalen. Eigenlijk hadden hun al een vaste betaalregeling van mij geregeld dat ik niet eens verdiende. €2500. Dat kreeg ik niet eens. Ik denk van hoe? Dus ja, maar mevrouw, ja, u hebt gefraudeerd. Ik zeg, bewijs het. Hoe komen jullie erop? Geen antwoord. Daar kreeg u geen antwoord op. Nee. Als u de vraag stelde, hoe komt u erop? Waarom denkt u dat ik gefraudeerd heb? Dan kreeg u daar geen antwoord op. Nee. En ook, je kreeg ook onbeschofte mensen aan de lijn. Ja, maar ja, dat heb je zelf gedaan. Ja, ik denk, dat heb ik zelf gedaan. Ik zeg, nee, er is iets mij opgelegd zonder tekst en uitleg. Dus wat gebeurt hier? Maar vond u daar een luisterend oor? Nee. En had u de mogelijkheid om nadere informatie op te vragen bij de Belastingdienst? Nee, want het was alleen maar betalen. Je moet betalen. Ja, wat ging ik betalen? Op een gegeven moment hadden zelfs beslag gelegd. Dus ik denk, ja, het wordt al van mij afgenomen. Dus wat? Ik betaal al. Nou, op een gegeven moment, ja, ik werd zieker en zieker. En op een gegeven moment, ik dacht van, weet je, ze pakken al mijn geld. Ik laat het. Ja, want je hebt geen grip meer. Het was geen grip dan alleen maar te horen. Je moet betalen, ik ben fraudeur. Ik denk van, maar wie zegt dat? Waar kunnen jullie dat op baseren? En die mededelingen, de bedragen die u ons heeft genoemd, dat u moest betalen, die kreeg u per brief? Ja, €125.000 kreeg ik zwart op wit op brief. Ja. En die is later opgelopen tot een megabedrag dat ik denk van, heb ik überhaupt ooit recht gehad op kinderopvang? Heb ik iets aangevraagd waar ik geen recht op heb? Ik denk, Does, waar ben je? Hoe dom ben je geweest? Ik denk, maar dit is geen domheid, want ik werk, ik heb daar recht op. Stond er in die brieven, waar het ging om het bedrag van €125.000, waar dat bedrag op was gebaseerd, welk deel terugbetaling was, of hoe dat bedrag is opgebouwd? Ik kreeg dat allemaal achteraf, nadat ik zei dat we de dossier met Remske Leijster, kregen we toen gesprekken. Toen kreeg ik echt duidelijk te horen wat er werkelijk mis was gegaan. Eigenlijk was niks misgegaan, want toen ik de waarheid heb gekregen dat ik eigenlijk niks mee te maken had, dat ik niet had gefraudeerd, maar dat ik was gekoppeld aan een kinderopvang die had gefraudeerd. Toen was de klap voor mij. Ik denk van al die jaren heb ik onder stress, onder spanning, onder, ik heb geen woord. Toen kreeg ik de uitleg dat ik, mijn hersens begreep het, ontving het niet meer. Ik begreep het niet. Ik denk van, dus dit was allemaal niet nodig. Daar komen we zo ook nog op. Daar heb ik nog een vraag over. Maar hoe informeerde de Belastingdienst u over belangrijke deadlines? Bijvoorbeeld over het terugbetalen, wanneer welk bedrag terugbetaald moest worden? Brieven. Het was brieven. Niet bellen, maar brieven. En vervolgens als u belde, dan gebeurde wat u ons net beschreef. Ik zei van, dit bedrag kan ik niet betalen. Ja, maar mevrouw. Ik zeg, jullie nemen al alles van mij, dus ik heb het niet. Ja, maar dit is van u. Het werd niet veel betalen. Ik vergeet nooit meer betalen, 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 terugbetalen, terugbetalen, terugbetalen. Ik zeg, maar met wat? Ik zeg, met wat? Mijn salaris hebben jullie al in beslag. Met wat? Ik ontvang niks. Met wat moet ik terugbetalen? Ja. Dat was het. Terugbetalen, terugbetalen. Wist u op enig moment dat u hiertegen bezwaar kon maken? Er stond erin dat ik bezwaar kon tekenen, dat heb ik gedaan, maar dat bleek bij de Belastingdienst. U heeft nooit bezwaar getekend. U heeft nooit bezwaar getekend. En achteraf kreeg ik dat allemaal in mijn dossier. Er waren bezwaar getekend, maar
nooit in behandeling genomen. Was voor u voldoende duidelijk gemaakt door de Belastingdienst hoe u bezwaar kon maken? Nou, op dat moment, voor mij was niks meer duidelijk, want ik wist niet eens waarom ik iets moest terugbetalen. Maar je zit wel bezwaar te tekenen tegen iets waar je zelf geen begrip voor hebt. Wat is dit? Maar echt werkend, begeleidend van, oké, er is dit, voor dit moet, dat was het niet. Nee. Nee. Zoals ik het goed begrijp, dan zegt u, het is heel moeilijk om bezwaar te maken tegen iets waarvan u niet kunt weten wat dat dan was, waar dat bedrag op was gebaseerd en waarom. En het was ook niet duidelijk hoe dat dan moest. Nee, voor mij niet. Voor mij was het niet duidelijk. Niet van, oké, als je een brief krijgt, dus je moet zoveel terugbetalen op basis van dit en dat. Dat was niet, want als fraudeur werd ik bestempeld, maar er werd niet aan mij uitgelegd, wat had ik fout gedaan? Waarom die stempel? Dus ik was helemaal in de war, maar ik dacht van, ja, hoe kom ik hieruit? En dan ga je maar schrijven, ja, help mij. Laat mij met geld over om mijn kinderen eten te geven. Dat is de enigste wat ik wist dat ik moest doen. Mijn kinderen moeten eten, ik moet overleven. Dat ging smeken, daar ging ik echt voor smeken. En dat heeft u hen gesmeekt per brief? Per brief, handmatig. Help en wat kwam daar dan voor reactie op? Niks. Tot de dag van vandaag. Ik heb geen antwoord gekregen op alles wat we hebben gedaan, wat ik heb gedaan. Ook niet van de aangifte dat ik voor dit allemaal had. Niks. Nooit één antwoord. Alles wat ik kreeg. Je mag geen aangifte doen tegen de Belastingdienst. Terugbetalen. Dat waren de twee dingen dat ik wist dat ik moest doen. Mevrouw Gonsalves-Tavares, we zijn bijna aan het einde van dit gesprek. We hebben tot slot nog enkele vragen. Wanneer hoorde u nou voor het eerst dat de directeur van de kinderopvang zich schuldig had gemaakt aan fraude? Toen ik mijn dossier kreeg, dat ik erin las dat de Belastingdienst haar ging helpen in de plaats van de ouders. En wanneer was dat u dat dossier kreeg waarin u dit aantrof? Ik kreeg eerst een zwarte gelakte dossier dat iedereen volgens mij voorbij heeft zien komen. Dat was de grootste nachtmerrie. Dat wij als ouders, toen wij gingen marsen naar de Belastingdienst met Remske Leijsten op 11 november 2019, dat vergeet ik nooit meer, dat we daar de overwinning hebben eigenlijk mogen doorbreken. En dan zitten we met z'n allen gerust te wachten van, we krijgen onze dossier, vandaag komt de waarheid. Dat ik en andere ouders thuis zaten en in de groep heb, oh ja, ik heb mijn dossier. En dat Remske Leijsten zei, gaan jullie rustig zitten, neem de tijd en we gaan die dossier openmaken. Nou, toen ik mijn 9 dozen ging openmaken, ik wist niet wat. Ik dacht van, ben ik nou blind? Ik denk, ademdons, doorbladeren. Alles zwart. Alles zwart. Alles zwart. Toen dacht ik van, jongens, ik zei Remske, ik weet niet wat mij is overkomen, maar ik zie zwart voor me. Volgens mij is alles zwart. Ze zegt, hé, doe eens rustig. Ze zegt, maak eens een video. Ik had een videoopname gemaakt, naar haar gestuurd. En toen vroeg ze, wie van jullie heeft dat allemaal zwarte gelakte dossier? Nou, ik en zo begon het. Later, toen de staatssecretaris werd aangewezen, het allereerste, toen kreeg ik mijn werkelijk dossier. Die werden toen bij mij thuis gebracht. Daarin kreeg ik dingen te lezen hoe iemand die wel heeft gefraudeerd, de hulp krijgt. Toen kwam een woede naar mij naar boven, dat ik dacht van, hoe kan een mens zo met elkaar omgaan? Hun frauderen en ze krijgen makkelijk hulp, wel haar betaling. En haar betalingregeling werd wel geaccepteerd. En ze werd begeleid wat ze moest doen om haarzelf failliet te verklaren. En dan lees je in de dossier van de ouders gaan we pakken, die gaan we straffen. En in de tekening dat ze hadden getekend, nog eentje. Toen dacht ik van,
nog eentje die daar staat, die de boel in de maling heeft genomen, die had je gelijk moeten pakken, niet ouders. Dus pas toen u in 2019 uiteindelijk uw dossier wel in mocht zien, toen werd u duidelijk, het was de kinderopvang, ja. De directeur die zich schuldig had gemaakt aan fraude. Ja. En wanneer werd u duidelijk gemaakt door de Belastingdienst waarom u dan als ouder beschuldigd werd van fraude? Dat was toen de staatssecretaris werd aangewezen dat ze bij mij thuis kwam. In twee woorden heb ik te horen gekregen. Excuses. Je bent gekoppeld aan een kinderopvang die heeft gefraudeerd. Dat kreeg ik van de directrice van de toeslagen die daarbij was. Want er kwamen twee personen van de Belastingdienst met de staatssecretaris mee. En die hebben het aangegeven. En toen kreeg ik een blackout dat ik in 2018 heb gekregen. Dat ik dacht dat ik nooit meer hier zou staan. En die eigenlijk mijn kinderen tot de dag van vandaag heeft beschadigd. Dat ze zei, excuses, je bent gekoppeld aan een fraude kinderopvang. Ik kreeg geen lucht meer. Ik kreeg geen adem meer op dat moment. Toen dacht ik van oké. Okay. En toen werd er ook alles stopgezet van zullen we de ambulance voor je roepen? Ik zeg nee. Ik zeg met deze kracht ga ik nu terugvechten, want er is onrecht gedaan. En met twee woorden, excuses, je bent gekoppeld aan... En we gaan je alles terugbetalen tot aan de laatste cent. Ik zeg, er is geen geld meer die dit kan terugbetalen. Er is geen geld meer die wordt uitgekeerd. Die het leed en de schaamte die mij en alle andere ouders is aangedaan. Er is niks meer die Nederland kan doen voor in ieder geval voor mij. Want alles wat van mijn kinderen is afgepakt, de moeder zijnde. Want geld, materieel is te vervangen. Maar de tijd dat ik met mijn kinderen moest besteden, de liefde, de aandacht, de glimlach. Mijn kinderen zagen mij ziek en werken om iets terug te betalen waar wij... niet hoefde te betalen. En dat ze in twee woorden zegt, excuus, je bent gekoppeld aan een opvang die heeft gefraudeerd. Toen was ik echt klaar. Ik denk van, oké, is dit rust of gaat het nu beginnen, de strijd? En daar begon de strijd, want ik denk, nou dan ga ik nu... voor mijn gelijkheid, voor mijn gerechtigheid. Niet alleen voor mij, voor alle andere ouders, de kinderen. Want die recht heeft hun ontnomen. En de juiste mensen die gestraft moesten worden, die zijn nog steeds vrij. Die hebben een betere leven dan wij gehad. Want ik, mijn kinderen, alle andere kinderen, die hebben keihard moeten werken om terug te betalen wat de andere heeft veroorzaakt. Want eigenlijk heb ik niet iets terugbetaald, maar ik heb iemand zijn schuld terugbetaald. Waar ik eigenlijk niks mee te maken heb. Want je gaat werken en je brengt je kinderen naar een opvang en je betaalt wat je moet betalen. En uiteindelijk gaan andere bedoelingen halen en wij hebben daarvoor moeten boeten. Want ik heb gezegd, dat hebben ze bewust. Ze hebben geselecteerd mensen uitgekozen. Alleenstaande moeders, gebieden, SOFI-nummers. Ik zeg, dit is bewust gekozen. Het had iedereen kunnen overkomen. Iedereen van jullie die hier zo zitten. Maar dit is echt bewust. Wijken. Ouders,
nationaliteiten. Dat is echt bewust. Ik zeg dat bewust, want hoe ik het terugzag in mijn dossier, ook andere ouders gekozen. En dan de werkwijze, nog eentje, namen geven aan ons. Want ik heb een naam Tonke gehad. Elke opvang had een naam en toen dacht ik van nee, dit is echt bewust. Dat was de naam van het fraudeonderzoek? Ja. Ja. U vertelt nu over het belangrijke moment voor u dat u duidelijk werd gemaakt. Dat ook anderen zagen dat u geen fraudeur was. Heeft u nu al die jaren vanuit de Belastingdienst nooit de informatie gehad waarom u beschuldigd werd van fraude? En het moment dat u dat duidelijk werd ook bij de Belastingdienst dat u geen fraudeur was? Nee, het werd mij nooit duidelijk gemaakt tot de dossier. Ja, nog steeds is het voor mij niet duidelijk. Nee. Maar ik heb wel nu een richtlijn. Wat er werkelijk, ik kan nu zeg maar een klein beetje een beeld maken van oké, wat is gebeurd. Maar tot nu is nog steeds niet duidelijk. Hoe is dit kunnen overkomen? Hoe is dit kunnen gebeuren hier in Nederland? Had u het gevoel dat men bij de Belastingdienst zich bewust was van de effecten op u en uw leven? Ja, want het is ook terug te lezen hoe. Want als je niet bewust was, of het was een team gecreëerd, want het was een fraudeteam. Die mensen zijn volgens mij gespecialiseerd of zijn getraind om dit te doen. Dus zoals ik het zei, ze wisten het wel wat ze aan het doen waren. Want het is ook terug te lezen. En wat was nou het moment dat u dacht, nu is er iemand eindelijk die in de gaten heeft dat mij onrecht is aangedaan? Ja, Remske Leidster, toen zij, echt waar, de mensen die voor dit hebben ingezeten, toen zij naar Rotterdam was gekomen en ze keek ons in de ogen aan, toen was het er een binding. En ik zei tegen haar, ga dit goed komen? Ze zegt, jawel. Ik zeg, weet je het zeker? Ze zegt, het is niet wat ik wil, maar het is wat jullie willen. Ze zeggen, is jullie ding. Toen hadden we een binding. Als een team zijn we gegaan. We wisten niet waar we aan begonnen. We wisten het wel, want we gingen. We hadden niks, maar we hadden elkaar. De binding die zij toen met ons heeft gemaakt, en toen Pieter Omtzigt en Azarkan, er was, we gaan jullie niet in de steek laten. Hij zei tegen mij, I got your back. Toen dacht ik van, oké, nee, we staan er niet alleen voor. Toen kreeg ik een kracht dat ik dacht van, Doels, deze kracht kwam ook niet alleen maar van hun, maar van God. God, in 2018, sorry dat ik naar die tijd ga, was ik in mijn huis neergevallen van de zoveel stress. Toen was ik echt dood. En toen ik bijkwam, dat ik een kans had om te leven, ik zeg, God, u bent degene die voor mij gaat, die voor me is, die naast me is, die achter me is. En toen, als ik kan zei, we got your back. En Remske Leijs zegt, we hebben een binding. Pieter Omtzigt, die zegt, we gaan dit. Toen dacht ik, drie eenheid. Toen ging ik leven. Toen gingen wij leven als team. Toen was er kracht. Toen zag er licht weer. En zo zijn we gaan lopen. Helemaal tot slot. Hoe gaat het nu met u? Ja. Ik doe mijn best. En de kracht dat in mij nu is, is dat ik dit kan en wil afsluiten op de manier als dit dadelijk klaar is. Ik wil weten wie ga ik worden. Wat gaan mijn kinderen worden? Ze komen goed, want ik weet dat de God die er is, die gaat daarvoor zorgen. Maar als dit afgesloten is, wil ik echt mezelf gaan leren kennen. De nieuwe Dulcie. Na die toeslagenaffaire gebeuren. Dank u wel. Jullie ik geef het woord weer aan de voorzitter. Dank u wel, mevrouw Consalves Tavares. Ik heb nog een paar slotvragen. Dan is dit verhoor eigenlijk alweer voorbij.
U gaf zelf ook net iets aan over de enquête. Waarom is deze enquête voor u belangrijk? Het is niet alleen voor mij belangrijk, maar voor de toekomst. Dat hier echt een onderzoek wordt gedaan, want er is onrecht. Echt waar, dat heel Nederland mag zien dat er onrecht is aangedaan aan heel veel onschuldige mensen. En dat jullie echt waar een onderzoek mogen gaan doen. Want als ik dit en alle andere ouders dit echt hadden gedaan, dan waren wij echt gestraft. En je kan niet leven, gezinnen, kinderen afpakken en ongestraft. We zijn echt gezinnen uit elkaar. Dit mag niet. Iedereen is ouders geworden om. Een gezin is binding. Maar dit is uit elkaar. Dat de kinderen weer naar hun ouders mogen terugkomen. En dat er leven, want je kiest niet om moeder te worden. Dat de overheid gaat bepalen wat er met jouw kinderen, wat met jou gaat gebeuren, wat er met jou is gaat gebeuren. Ik hoop dat deze onderzoek dingen gaan herstellen. Want het is nodig. Wat heeft het met het vertrouwen in de overheid gedaan? Met alles wat u heeft meegemaakt? Kan ik wel geloven in een overheid? Weet ik niet. Wat zou u tegen Nederland willen zeggen, wat u heeft meegemaakt? Misschien een les of een soort wijsheid? Geloof de volk. Want niet iedereen staat daar echt om te frauderen. Niet iedereen staat daar om misbruik te maken. Want er waren hardwerkende moeders, gezinnen, die echt gingen voor een leven voor hun kind. En die hebben ze kapot gemaakt. En ik vind en ik denk dat iedereen vrij is geboren om te kiezen. En hier hadden wij geen keus. Ze zeggen dat Nederland een vrije land is. Iedereen is vrij, maar ik hoop dat Nederland niet de toeslagenaffaire ouders zien als zielig. We zijn geen zielige mensen, we zijn sterke mensen. Oh, daar komen ze weer. Nee, er is echt iets goed misgegaan. En die mogen ze echt gaan herstellen. Dank u wel. Alsjeblieft. U bent een moedige vrouw. En wij hopen dat die glimlach die u ooit had weer terugkomt. Jawel. Het gaat wel terugkomen. Dat denk ik ook zo. Met de kracht van de Heer komt alles weer goed. We zijn dan ook aan het einde gekomen van dit verhoor. En namens de enquêtecommissie danken wij u hartelijk voor dit verhoor. En sluit ik hierbij ook de vergadering. Dank u wel. Dank jullie wel. Bedankt. Is het goed? Zijn we klaar?